Leerlingen van groep 8 van basisschool Eerschot, waaronder kinderburgemeester Stef, mochten vrijdagochtend ontbijten met burgemeester Kees van Rooij. Dit in het teken van het jaarlijkse kinderburgemeestersontbijt. Het doel is om kinderen bewust te maken van het belang van een goed ontbijt. Want dan heb je geen honger meer en dan kan je beter concentreren op school. Ja, het is gewoon belangrijk wat Stef net ook zei. Dan hebben ze energie voor naar school te gaan. En burgemeester in Nederland vraagt deze week aandacht voor dat gezond ontbijt. En dus heel veel burgemeesters nodigen een schoolklas uit om met hen samen te ontbijten. En te praten over waarom een gezond ontbijt zo belangrijk is. Volgens de burgemeester beginnen de meeste kinderen in Meijerijstad de dag al goed en gezond. Ik zag het ook vanmorgen met ze pakken de tomaatjes op en de komkommers en de paprika's. Een eitje erbij en niet alleen maar hagelslag, om het zo maar te zeggen. Dus... Ja, en wat vind je ervan dat jij en je klasgenootjes hier mogen aanschuiven bij de burgemeester? Ik vind dat heel leuk. En is het ontbijt? Is het ook lekker? Ja, dat is zeker lekker. Stef's klasgenoten sluiten zich aan bij zijn woorden. Ja, het was heel lekker. Ja, lekker. En leuk dat wij hier mochten komen eten. Ik vond het heel gezellig. Het was lekker en het was ook gezond. Ik vond het heel lekker en gezellig om met de hele klas hier te eten en te ontbijten. Ja, en eet je normaal ook altijd zo goed in de ochtend of eet je zo op zo'n dag stiekem meer? Ik heb 10 krentenbollen op. En normaal eet ik dus helemaal niet zoveel. Ja, een beetje, maar normaal eet ik ook wel veel. Omdat ik vind het altijd moeilijk om te concentreren op school als ik honger heb. Ja, ik eet normaal thuis voordat ik naar school ga een beschuitje, maar nu heb ik toch wel meer opgegeten. Ja, wat ik gezien heb, hebben ze allemaal heel goed gegeten en gezond gegeten. En ze krijgen dadelijk een toets, heb ik begrepen, dus dan zijn ze daar goed op voorbereid. Dus hebben we nog iets om even naar uit te kijken? Ja, dat denk ik wel. En zo gingen de leerlingen met een volle maag weer naar school.